Deze cursus gaat over Middel-Nederlandse literatuur. En we moeten benadrukken dat Hebben Olan Vogela eigenlijk geen Middel-Nederlands is. Omdat we deze term meestal gebruiken voor de literatuur die werd geschreven tussen 1150 en de late 15e eeuw, toen de boekdrukkunst opkwam in onze streken. Er bestond in de middeleeuwen nog geen Nederlandse standaardtaal. Het gaat meer om teksten die werden geschreven in een van de vele dialecten die op dat moment in de Lage Landen werden gesproken. Teksten die voor 1150 werden geschreven noemen we Oud-Nederlands. Hebben Olan Vogela dateert uit de late 11e eeuw en is dus eigenlijk Oud-Nederlandse poëzie. We hebben bijna geen Oud-Nederlandse literatuur. Sowieso bestaan er maar weinig geschreven bronnen meer uit deze vroege periode. Als er al iets werd opgeschreven, gebeurde dat meestal in een bestuurlijke of religieuze context en gebruikte men het Latijn, de standaardtaal van de kerk in middeleeuws Europa. Het weinige dat we hebben aan Oud-Nederlands werd meestal overgeleverd in de vorm van losse woorden die in de marge van Latijnse teksten werden opgetekend. Dergelijke kleine aantekeningen in de marge noemen we glossen. Vaak gaat het om toponiemen of plaatsnamen in de volkstaal, waarvoor het Latijn geen vertaling had. De eerste woorden die we in het Oud-Nederlands zien verschijnen, zijn ook vaak woorden die de Romeinen in Italië niet kenden en waarvoor er in het Latijn dus geen woord bestond, zoals duna voor duinen of wadda, waarin we de wadden van de Waddeneilanden herkennen. Vaak zijn het erg gewone of de meest vertrouwde woorden die we het eerst als volkstalige glossen zien opduiken, zoals hier de namen voor de windrichtingen in een bekende Latijnse natuurencyclopedie, west, oost en zo verder. Een andere bekende Oud-Nederlandse tekst zijn de Wachtendonkse psalmen, die oorspronkelijk misschien nog uit de 10e eeuw dateren. Het originele handschrift met deze tekst is zoek en we hebben enkel nog kopieën. We weten echter dat dit handschrift in de 16e eeuw in de handen was van een Luikse humanist, Arnold Wachtendonk. Vandaar de naam van de tekst. Het gaat om een typische Bijbeltekst, een vertaling van de psalmen. Interessant is dat de tekst woord voor woord uit het Latijn is vertaald in een zogenaamde interlineaire vertaling. Tussen de Latijnse zinnen staat bij elk Latijns woord de Oud-Nederlandse vertaling. Een mooi voorbeeld is het Latijnse Laudabo nomen Dei cum cantico. Ik zal de naam van God loven met gezang. Dat in het Oud-Nederlands is weergegeven als Lovon sal ik namon godis mit zange. Je ziet dat dit Oud-Nederlands ook niet zo heel ver staat van het hedendaagse Nederlands. Een van de belangrijkste verschillen tussen de Oud-Nederlandse en de Middel-Nederlandse taal wordt hier goed geïllustreerd. Lovon, waar men later loven is gaan zeggen. Wat we zien is dat klinkers in onbeklemtoonde lettergrepen verdoft zijn tot een heel neutrale, toonloze klinker e. Net zoals Vogala in Hebben Olan Vogela in het Middel-Nederlands verdofte tot vogelen. Die toonloze klinker noemen we ook wel de schwa.